Deze nieuwsuitzending gaat over onderwijs. En dat natuurlijk vanuit een christelijk perspectief. En voor degenen die mij nog niet zo goed kennen, als ik het heb over christelijkheid, dan heb ik het over termen, intenties, met een S, inwendigheden, zoals de termen anarchie en egalitarisme. Het christendom accepteert geen koning. Een koning is een invulling van een rol die je hebt in de maatschappij, zoals gouvernant. Een boekhouder, zou je kunnen zeggen. Degene die het... Ja, een scheidsrechter. Er gaan twee... Je kent het wel, voetballen. En dan moet er eentje... Of waterpoloën. En eentje is de toezichthouder. Ja, dat is dan de koning. Maar meer niet. Je hoeft alleen maar de score bij te houden. Gewoon debit, credit, en that's it. En je kan denken dat dat de heerser is, maar het is alleen maar de toezichthouder. Ja, dat is een functie, dat is een rol. Het christendom is anarchistisch. Dat woord, anarchie, betekent geen heerser. An betekent niet. En archie, dat staat op argon. Komt uit het Grieks. Geen heerser. Het christendom is om die reden ook het meest vervolgde geloof overal ter wereld. Want ze houden die heersers, die houden daar niet van. Ja, vind je het gek? Ik moet op mijn knieën liggen voor Willem-Alexander met zijn mooie vrouw. En ik heb er geen zin in. Ja, dan wordt Willem-Alexander die wordt boos op mij. En anders die Maxima, of is het een Maxima? Of zit die klemtonen ook alweer? Ik hoop dat het goed met die mensen gaat. Ik heb helemaal geen hekel aan Willem-Alexander. Ik verdenk hem ervan dat hij veel minder alcohol kan wegtanken dan ik. En ik denk ook dat als we een YouTube-uitzending gaan maken, ergens in een kelder, dan gaan we Willem-Alexander ontvoeren. En dan zitten we ergens in een kelder, dan gaan we lekker... Ik neem mijn eigen drank wel mee. En die deel ik met Willem-Alexander. Twee flessen wodka moet genoeg zijn. Dat kost in Elton kost dat 5 euro. Dus een tientje wodka. Een tientje hash. Ja. Ja, eten hoef ik niet. Hij misschien wel, weet ik niet. Dan mag hij pizza bestellen. En dan een interviewtje houden. Dat gaat er niet worden. Dat wordt de totale media neergang van Willem-Alexander. W.A. van Buren heette die toch. Zou een van mijn eerste vragen kunnen zijn. Van hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Die Elfstedentocht. Want die heeft hij geschaatst. Geen heerser. Daar gaat het om. Dat is het christendom. En nu terug naar het onderwijs. Want je kan geen christen zijn als je niet kan lezen. Even over nadenken. Als je het woord niet kan ontleden, kan je geen christen zijn. Neem de koning Jacobus Bijbel, de King James uit 1600,
1611. Als je wilt weten wat daarin staat, dan zal je het toch moeten kunnen lezen. Dus kunnen lezen is een noodzaak voor een mens. Want anders kan je geen christen zijn. En er zijn nog wel wat meer nadelen aan verbonden als je niet kan lezen. Hoe kom je dan terecht op Bahnhof Zoo daar in Berlijn? Dus ieder kind dient te leren lezen. Dat is waar. Het tweede punt is dat ieder kind moet leren rekenen. Die twee dingen, dus je kind leren lezen en je kunt je kind kunnen leren rekenen, dat is niet aan iedereen weggegeven. Niet elke ouder kan zijn kind leren rekenen. Sommige ouders die zijn weg. Vader zit op de grote vaart en moeder die werkt in de porno-industrie. Nou, voor die kinderen moet er een opvang zijn dat ze toch leren lezen en leren rekenen. Dat is onderwijs. Daar hebben wij geen overheid, geen argon, geen heerser voor nodig. Sterker nog, wat ze momenteel verkopen als onderwijs, dat is te erg voor woorden. Terug naar hoe het wel moet. Dus een kind moet als eerste les krijgen in de letters van het alfabet. En dat moet je maar uitzoeken hoe je dat doet. Ik heb zelf met mijn kind, dan waren we in de dierentuin met haar moeder. En toen hebben we een poster gekocht van een foto van pinguïns. Dat was het Burgers Zoo hier in Arnhem. En als je binnenkomt, heb je rechts die pinguïn toestanden, die viseters. En daaronderin stond een tekst. En ik vroeg aan haar, aan mijn kind, voor het slapen gaan, wijs de letter A aan. Dat was alles. Zie je een A? Ik wees naar één A. Ik vroeg ernaar, zie je nog een A? Zij dan aanwijzen, ja, dat is een A, dat is een A, dat is een A, daar zit een A. Alle A's vinden. Zo leer je je kind lezen. 10 minuten per dag leesonderwijs is genoeg. Nou, een kind dat klein is, dat kan niet rekenen, dat mag je niet verwachten. Idioterie. Een kind kan rekenen vanaf het 7e jaar ongeveer. Ja, dan ga je gewoon de tafels opdreunen. 1 keer 2 is 2. 2 keer 2 is 4. 3 keer 2 is 6. 4 keer 2 is 8. Daar maak je een mooi liedje van.
Dat kan je zelf doen. 10 minuten per dag, is klaar. Nou, dan heeft je kind 20 minuten onderwijs gehad. Elke dag. Behalve in het weekend. Of weet ik veel. We moeten naar een verjaardag en dan sla je het over. En dan wordt het weer maandag. En dan doe je het weer zo. Als het kan. Maar in principe elke dag. 10 minuten. Voorlezen is ook een hele goeie. Moet je wel goede boeken hebben. Niet die baggers. Er zijn verschrikkelijke kinderboeken. Ik zou nog een lijstje moeten maken. Van wat je wel kan voorlezen. Begin maar met Martin Toonder. Als je die boeken... Ik heb hier nog een paar. Een paar dubbele erbij. En anders koop je ze maar gewoon via Marktplaats. En dan elke dag 10 minuten lang voorlezen. Nou, dan zijn we dus per dag aan 30 minuten onderwijs. En wat moeten die kinderen dan voor de rest doen? Nou, buiten spelen, zou ik zeggen. Te eten geven natuurlijk, een beetje drinken, niet te veel suiker, of dat je echt duidelijk maakt van suiker is... Leren die kinderen dat ook gelijk? Als je suiker hebt geconsumeerd, dan moet je daarna even rust houden. En waarom is dat? Als je alcohol drinkt, moet je daarna even... Want je moet er moe van. Hè? Wat moeten die kinderen dan doen? Ja, dat weet ik niet. Want het ene kind is het andere kind niet. Het is een tautologie wat ik net zei. En ik vind dat jullie daar rekening mee moeten houden met je onderwijs. Dus 30 minuten per dag, 3 kwartier per dag, zo. Onderwijs. En voor de rest, buitenspelen. Je kan niet je kind vol proppen met kennis, 8 uur per dag. Waarom zou je dat doen? Ik laat even een stilte vallen. Nou, dan kan je tegenin brengen. Van ja, maar ik vind het wel fijn dat mijn kind met andere kinderen omgaat. Ja. Buitenspelen. Ja. Dan moet het daarvoor naar een klaslokaal. En dan nog verplicht. Waarom? En ik weet dat er kinderen zijn, die zijn heel hongerig naar kennis. Maar er is altijd wel een of andere gepensioneerde CQ Albert Einstein. En die wil die kinderen wel leuke dingen leren. Ja, maar dat is een pedoseksueel. Hé man, homo, hou op. Er zijn genoeg van die oude kerels, die vinden het best leuk om kinderen te leren hoe de sinus in elkaar zit. Weet jij hoe de sinus in elkaar zit? En dat zo'n man er dan bij vertelt. Ja, sinus, dat komt van het woord borsten. Een vrouwenborst is een sinus. Ja, oké. Okay. Nou, dat weten we dan ook weer. Dat betekent niet dat hij een vieze leraar is of zo. Als hij maar vertelt van de sinus. We kunnen de cirkel verdelen in 360 graden, of we spreken van 2 keer pi. En wat is pi? Wie weet dat niet? En sommige kinderen willen dat. Die vinden dat leuk. Ja,
Dan kan zo'n man toch gewoon naar het gemeentedingesgebouw gaan. Houdt hij een verhaal over Pi. De verhouding van de straal tot de... Nee, de verhouding van de diameter tot de omtrek. Dat is het. Je hebt een cirkel en dan heb je de omtrek. En die is dan iets meer dan 3. En de diameter, die is dan 1. Als je de diameter 1 neemt, is de omtrek iets meer dan 3. Nou, leer dat de kinderen. Maar dat wil niet ieder kind. Er zijn heel veel kinderen die vinden dat gewoon gezeur in de ruimte. En dat is het ook. Wat is dat voor onzin? Maar het ene kind vindt het wel leuk. En het andere kind, wat wil dat dan? Ja, ga het vragen. Als we toch internationaal communisme willen hebben, ja, ga goed voor mekanders kinderen zorgen. En je hebt van die kinderen die willen het liefste schieten. Ja, leer ze dan schieten. Eerst oefenen met Marathon, zo'n 16-bits game. Dat je een beetje een goede, ja, reageren. En daarna gewoon live schieten. En waarom niet? Als je zo'n computergame goed wil kunnen bedienen, je moet naar je rust toe. En waarom laat je kinderen dan niet gewoon boogschieten, hè, om te beginnen? Want als je goed kan boogschieten, dan kan je in Marathon, die oude game is dat, hè, dan kan je dat ook gewoon voelen. Daar hebben ze ook die parabool in geprogrammeerd. Je komt ergens op een level en dan heb je zo'n hele zware gun, maar die kan niet... Dan moet je iets omhoog doen en dan... Ja, dan kunnen die kinderen het ook real life doen. Maar dan boogschietles. Wat vind je van kanoën voor kinderen? De kinderen zeggen, ik wil kunnen kanoën van Arnhem naar Lobith. Ja, dan laat ze gewoon gaan. Ja, maar dat is gevaarlijk hoor, met die vrachtschepen. Ja, nou men. Hey, dat is onderwijs. Totale vrijheid voor kinderen. Zodat die kinderen, als ze adolescent worden, iets hebben van, ja, ik was vroeger als kind helemaal vrijgelaten en nu nog steeds. Taal en rekenen en de rest. Er zijn ook kinderen die willen leren schaken. En leer ze dan schaken. Er is vast wel een of andere oude lul die daar in de buurt van het buurthuis woont. En die geeft wel schaakles. Die vertelt wel van de Siciliaanse opening. En de Nijdorf variatie. Om nog maar te zwijgen over de Hollandse verdediging. De Dutch defense. Wat kan je meer nog aan kinderen leren? Ja, er zijn ook kinderen die willen heel hard kunnen lopen. Een soort Hermes Trismegistus of zo. Dat is ook een karakter uit de filosofie. Ja, die willen ontzettend hard in 12 minuten tijd willen ze 3200 meter kunnen lopen. Laat die kinderen gewoon doen. Die willen voetjeballen. Nou, ga je lekker voetjeballen. Of biljarten. Of pijltjes gooien. Gewoon darten. Het is allemaal van die lekkere, leuke dingen. Er zijn ook kinderen die willen gewoon leren koken. Ik heb hier in mijn woning heb ik het Wanneer's kookboek van de Amsterdamse huishoudschool. Laat die kinderen gewoon koken. We slaan het boek maar open als de I Ching. Een orakel is dat, hè? Je slaat hem maar open en dat ga je maken. Paling in het groen. Of
of iets wat we wel hebben, want hoe kom je aan paling? Linzensoep. Lekker uitje erin, een beetje knoflook. Een beetje paprika poeder. En dan die linzen erin. Ik zal die linzen een beetje doorbakken. Dat kan je toch kinderen leren? En wat gezeik met dat stomme onderwijs wat we nu hebben. En voor kinderen moet je toch zorgen. Of je het nou wendt of keert. Dus dat kost je mega veel tijd. En dan wen. Pop, vandaag wil ik graag dit doen. En dan zeg je gewoon, oh, is goed kind. Of laat zo'n kind de hele dag gewoon lekker thuis in de One Piece. Zo heet zo'n ding. Zo'n soort pyjama. Beertjes wacht. En dan lekker de hele dag lekker thuis. Dat scheelt een hele hoop CO2-belasting, hoor. En kinderen die echt van de wiskunde en de natuurkunde en de scheikunde en de lalalala willen leren. Ja, dat wordt denk ik wel door de staat geregeld. Het specialistische onderwijs, dat komt van de staat. En het algemene onderwijs komt van de kerk. Dus wij zorgen voor allemaal hele slimme kinderen. Want we geven ze 30 minuten per dag onderwijs. En we vertellen ook duidelijk, want je gaat niet naar school, je gaat naar het kinderdagverblijf. En je gedraagt je maar een beetje op het schoolplein tussen al die andere kinderen in een soort Auschwitz-kamp. En daarna krijg je onderwijs. 30 minuten per dag. Makkelijk te doen. En wij leveren dan allemaal slimme kinderen af. En de staat die bekijkt het er maar mee. Dus als jij een kind op zijn 18e duidelijk hebt gemaakt wat de bullcrap is van kwantummechanica. Dan ben jij de big boy. En dan toppen we ze. Want het is het enige wat er toe doet. De volgende generatie. En jij dient je kennis door te geven. En dan kan je zeggen, ja, ik kan het woord homunculus kan ik niet uitspreken, want ik weet niet hoe dat klinkt. En dan ga je dat maar oefenen. Er is geen betere leraar dan een leraar die een leerling is. Ik zeg hem nog een keer. Er is geen betere leraar dan een leraar die een leerling is. Als jij je kind gaat leren, doe je dat omdat je zelf aan het leren bent. Op het moment dat jij uitgeleerd bent, dan word je saai voor de leerling. Als jij denkt dat je alles al weet, en die, oh, ik weet alles al en ik ga je nou even vertellen hoe alles in elkaar zit. Dan gaat je kind echt zo gapen, heet dat op zijn Nederlands. En gebruik je kind om het te leren. Want daar leer jij van. Niet als je je kind dom houdt. Want daar word jij dom van. Help je kind leren. En die overheid met die fijne klaslokalen. En ik heb er een ellende mee gemaakt. Zo dat ik net. Nou, dat is niks. Het
zijn sociale contacten die ze daar opgedrongen krijgen. En dan hebben we over die dingen van weer samen naar school. Ken je dat fenomeen? Het heeft een afkorting, WSNS. Nou, dat moet je niet doen. Je moet niet de mensen met een laag diploma-gehalte in dezelfde klas zetten als mensen met een hoog diploma-gehalte. Dat diploma-gehalte mag je zeggen hoe je dat wil meten met een IQ-test of een CITO-toets of whatever. Je hebt mensen die interesseren het helemaal niet. Ze willen niet weten van de geschiedenis. Ze willen niet weten van de scheikunde. Ze willen niet weten van de biologie. Ze haten school, want ze zijn dom. En ze willen kano varen. En daarna komen ze heus wel terug. Die kinderen die in eerste instantie niks willen weten van biologie en het allemaal bullcrap vinden, ja, laat ze met modder gooien. Of rennen door het weiland. Laat die kinderen wat meemaken, maar niet samen naar school. Want er zijn kinderen die willen alleen maar weten hoe de stelling van Pythagoras in elkaar zit. Zodat zij de volgende keer, als ze dan 23 zijn, en ze zijn helemaal lazerus in de kroeg, en dan komt het over de stelling van Pythagoras, en dan pakken zij een bierveeltje, en met een dronken kop, doen ze een paar streepjes, en zeggen ze, kijk, a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat, op voorwaarde dat die hoek orthogonaal is. Ja, die kinderen heb je ook. Die willen het weten. En die moet je niet samenvoegen met kinderen die het niet willen weten. Ook niet omdat ze een taalachterstand hebben of whatever. En je gaat onze slimme kinderen... Ik heb een slim kind, bijvoorbeeld. En die wordt vernacheld. Ja, zegt ze tegen mij... Ja, want die, met die andere kinderen, daar moet ik rekening mee houden. Maar wat is dat voor een onderwijs? Dat mijn dochter leert dat ze ongelooflijk last heeft van dombo's die daar met een haat in de klas zitten. Terwijl zij alleen maar wil weten hoe het zit. En al die mensen zijn boos en die maken de lerares uit voor een fucking bitch. Letterlijk heeft ze dit tegen mij verteld. Ik weet de voornaam van het meisje ook. En het leuke onderwijs, dat produceert een aantal personen boven de 50% die denken van alles te weten terwijl ze helemaal niks weten. En ze weten niet van de stelling van Pythagoras. Ze weten niet van de stelling van L'Hôpital. Ze weten gewoon helemaal niks. Maar ze hebben wel een wiskundediploma, want ze konden 20 gedeeld door 5 konden ze uitrekenen. En dat heet wiskunde. Hoeveel is 20 gedeeld door 5 volgens jou? Ik dacht 4. Ja. Even narekenen op mijn rekenmachine. En jullie... Ik weet niet of je ouder bent of jonger bent dan ik. Maar dan moeten kinderen bijkomen. En daarmee bedoel ik... verstandige kinderen. Als je je kind uitlegt in wat voor een absolute idioterie die verplicht, dat die mensen verplicht naar die idioterie moeten gaan,
als je dat alleen al uitspreekt en begrip hebt voor je kind. En zegt van we gaan een half uur per dag, ga ik jou leren A tot en met Z. Ik lees je voor uit Martin Toonder en ik zal je vertellen dat 35 keer 35, hoeveel is dat? Kennen jullie die? Die is heel makkelijk. Hè? Om te beginnen 11 keer 11, dat is 121. 9 keer 9 is 81. 35 keer 35. Hoeveel is dat? Ik geef je de 3 seconden. Nee, ik ga gelijk de oplossing verklappen. Wat je doet, je trekt van 35, trek je 5 af. Dan hou je 30 over. Je doet bij 35 5 optellen, dan hou je 40 over. Die 5 moet je even in je rugzak stoppen. Even onthouden. Dan doe je 30 keer 40. Nou, dat is niet moeilijk. Dat is gewoon 3 keer 4. Nou, 1 keer 4 is 4. 2 keer 4 is 8. 3 keer 4 is 12. Dus dat is 12. En 3 keer 4 is 12. 4 keer 3 is ook 12. Dan heb je die 2 nullen nog. Dus die moeten er echt bij. Dus dat wordt 1200. Dat heb je mooi opgelost. 30 keer 40. Dat is 1200. En dan ben je nog die 5 vergeten. Want dat was 35 keer 35. Dan moet je 5 keer 5 doen. Die moet je even onthouden. Dat is 25. En die tel je erbij op. Het is makkelijk hoor. Die rekentrucjes zijn dat. Dus 45 keer 45, dat is 40 keer 50 plus 25. En ja, alles met maar een 5. Hè. Het zijn toevalligheden in de wiskunde, denk ik. En het is leuk om je kind dat soort trucjes te leren. Niet dat het daar wat aan heeft in de dagelijkse werkelijkheid. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het is breintraining. En hoe slimmer je kind, des te hoger de overlevingskansen. En hopelijk wordt je kind zo slim dat het zelfs Genesis 1 vers 1 in het hart kan sluiten. En accepteren dat dat zo is. Dat is wel mooi, hè? Over onderwijs. En de verantwoordelijkheid van de ouders daarover. En niet van de staat. En als ouder kan je dus zeggen van, ja kindje, ik snap niet zoveel van Gonio, maar oom Peter, die weet er heel veel van, en die gaat jou wel uitleggen over Gonio. Dat is de kerk. En niet de staat. Die beweert dat ze kinderen wiskunde leren terwijl ze alleen maar leren om te vermenigvuldigen of af te trekken. Of jij weet van IT, want je kan een app bouwen. Ja. Niet mijn idee. Nou, lieve mensen. Op zijn Hamburgs zag ik tjus. En op zijn Nederlands dan zeg ik dag lievers.